Na de overwinning van afgelopen weekend tegen Roda staat aankomende vrijdag alweer het volgende duel op het programma. De Go Ahead Eagles komen op bezoek in het Abel-Lenstra stadion. Op Stijnschaars na is Heerenveen bijna weer op volle sterkte. Onder andere Jeremiah St. Just is weer terug van de schorsing. Ik heb 2 weken stilgezeten. In ieder geval geen wedstrijden gespeeld, niet stilgezeten natuurlijk. Maar het is zeker weer fijn dat ik los kan op het veld. Ja. Je wil je inbreng ook geven. Dus dat is sowieso lastig als je niet met je team kan voetballen. Dat is vervelend. Maar fijn dat ik weer kan spelen. Ja. En hoe vind je dat ze het gedaan hebben? Ja, uiteindelijk de laatste wedstrijd goed. En daarvoor iets minder. Maar dat kan ook in het voetbal gebeuren. En we moeten nu naar de volgende wedstrijden kijken. Want dat andere is al gebeurd, kan je niks meer aan veranderen. En nu moeten we de andere wedstrijden winnen, ja. Waar voor Heerenveen de doelstelling het behalen van de play-offs is, is het voor de Deventernaren een lijstbehoud in de Eredivisie. De Eagles staan momenteel op de 16e plaats op de ranglijst en zullen dus voor elk punt gaan strijden. Ik denk dat zij ook wil misschien proberen op de counter te spelen en om ons daar misschien een beetje in zakken en dan proberen op zij kransen een keer op de counter. Zo dan moeten wij goed om de bal zijn en een goed restverdediging hebben. Dan hoop ik dat wij de punten kunnen halen. Een ploeg met voetballende kwaliteiten willen graag voetballen en hebben snelle mensen voorin. Dus daar moeten wij tegen gewapend zijn. Ik denk dat Go Ahead meer wilt voetballen dan Roda. Dus zullen wij nog beter druk moeten zetten om daar echt druk op te krijgen. Dus dat zal misschien ongeveer dezelfde wedstrijd zijn. Want ik denk dat Go Ahead ook gaat inzakken. Dus ongeveer dezelfde wedstrijd, niet helemaal. Ik denk dat wij bijna al die wedstrijden nu de laatste tijd speelt op dat manier. En wij heeft heel veel de bal en wij houden van de bal in de ploeg en vanaf daar doelpunten maken. En dan zak ik altijd de andere ploeg in. En het is lastig, maar dat is ook de manier waar we willen spelen. Zo, dat moeten wij gewoon handelen. Ik ben gewoon blij dat ik voel dat ik heb een goede ontwikkeling en dat het in de juiste richting gaat. En ik voel dat ik elke week beter word en dat is de meest belangrijke voor mij.